Hoi allen, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik aflevering 2. We bespreken onder andere een goede anti-mol actie van Ruben, de mol die aardappels wegschiet en testresultaten die opvallen met de vorige aflevering. Om deze video te beginnen was het weer een super aflevering, maar ook wederom eentje die verdachte acties in zich had. Opdracht 1 was een vette opdracht met heel veel verdachte situaties in de montage en in het gedrag van de kandidaten. Het viel op dat er in de montage het derde raadsel van de kandidaten in de trein, die ze dus moesten oplossen, niet te zien was in beeld. Dit raadsel wordt dus niet opgelost in beeld zelf. Zou de mol zich hierin misschien best verdacht hebben gemaakt naar de andere kandidaten toe? En willen de makers dus niet dat wij dit ook zien? Ruben komt met het goede idee om zand en stenen op de eerste gemaakte constructie te leggen, zodat deze niet omvalt. Een goede anti-mol actie, want de mol zou dit enkel doen om fanatiek over te komen. En dat is in deze niet per se nodig, aangezien toch de kandidaten in de trein uiteindelijk alles mistgooiden. Verder ook nog een interessante discussie tussen Leila en Lancelot over welke vaas er nou de juiste was. Uiteindelijk wordt de juiste glazen vaas naar buiten gegooid. En dat is een hele goede anti-mol actie van Leila of Lancelot geweest. En daarnaast ook een mol actie van een van de twee. Van degene die de verkeerde vaas wilde weggooien. Dan opdracht 2. Ruben en Leila wilden graag auto rijden. Ruben zei verder ook dat ze misschien nu iemand moesten doen die nog niet gereden had. En daar was Ruben er zelf één van. Hierna is Leila degene natuurlijk die wint en komt als laatste aan met de auto. Ze kiest comfort. Ruben, Corny en Samia als filmpjes om die reacties te gaan bekijken. En in die reacties vielen mijzelf die van Comfort, Ruben, Corny en Lieselot heel erg op. Het leek heel erg op acteren bij alle van deze filmpjes. Ik kreeg niet echt de situatie waarvan ik dacht, nou, dit is dan niet de mol. Echter werd Corny ook door de andere kandidaten ineens veel verdacht in de biechten. Wat het natuurlijk ook wel weer opvallend maakt dat het vol in de montage zit, de reactie van Corny. En dan zou je Corny dus misschien juist wel weer kunnen afstrepen. Verder vond ik zelf hierbij ook dat de oprechte reacties te zien waren bij Samia, Thomas, Toos, Lancelot en Leila. En Samia is natuurlijk ook afgevallen, dus die kunnen we sowieso afstrepen. Verder heeft Corny nog een rekenmachine bij zich. Is dit om nog even dingen na te rekenen voor toekomstige opdrachten als mol zijnde? Of kunnen we dit linken aan het wiskundethema wat al vaker voorbij is gekomen? Voordat we verder gaan met deze video, abonneer zeker even om op de hoogte te blijven van elke wekelijkse De Mol video's op dit kanaal. Dan opdracht 3 met een hele goede goeiemorgen. Waar zou de mol uiteindelijk bij willen zitten? In welk groepje? Ik denk in het groepje van het sporten. Hier kan je doen alsof je niets meer kan. Of gewoon lekker rustig aandoen en ondertussen erg fanatiek lijken. Als je als mol aan het schillen bent, kan je natuurlijk ook best wel veel mollen door aardappels in de bak te gooien. Of ze naast te gooien of er te vroeg in gooien. Toch, Lieselot? Maar op het laatst in de opdracht kan je ook als mol geld wegschieten door lekker door te gaan met het schieten van de aardappels, oftewel de patatten. Wat Ruben en Lancelot volgens mij ook best wel goed kunnen volgens mij. Ruben zegt verder ook nog dat ze de dikste aardappel moeten pakken om weg te schieten. En dat is natuurlijk ook best wel verdacht, want de dikste aardappel was het meeste waard. Verder zegt Lancelot ook nog of ze toch niet de geschilde aardappels moeten gebruiken om mee weg te schieten. Misschien was dat makkelijker geweest. Is een hele goede, kan een hele goede soort van molactie zijn. Ook wordt er tijdens de opdracht een muziekje gedraaid, Mr. Lonely. Kunnen we er hierdoor van uitgaan dat de mol een man is? Mr. Lonely. Een mol is namelijk lonely in het spel. Maar verder kan het ook nog leiden naar de mol die alleen is. Samia is natuurlijk afgevallen, dus wie zat er dan uiteindelijk alleen in een groepje? Dat was Lieselot. Corny komt verder uiteindelijk als eerste aan bij de finish van het looponderdeel. Comfort volgt hierna en buiten de tijd eindigt Leila, wat ook best wel erg opvallend nog kan zijn. Aangezien Toos veel sport, werd er duidelijk tijdens de testbiechten van verschillende kandidaten. En Leila ziet er ook best wel sportief uit. Dan gaan we het meteen even hebben over de testresultaten. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Bij Leila is het niet bekend op wat ze invult, dus alleen een beetje in beeld. Samia zat op Lancelot en een klein beetje op Lieselot. Thomas zat op Lieselot, Samia en Comfort. Lancelot zat op Lieselot, Samia, Corny, Toos, Leila en Comfort. Hele mond vol. Corny zat op Leila, Comfort zat op Toos en Leila, Lieselot zat op Lancelot en Thomas
Ruben zat op Comfort, Lieselot, Samja, Lancelot, Leila. En Toos zat ook op Comfort, Lieselot, Samja, Lancelot en Leila. Zij hebben beide ingevuld op dat de mol in de trein zou moeten zitten. Als we dan even de testresultaten van aflevering 1 erbij pakken, dan zien we het volgende gebeuren. Leila zat op Comfort en Lieselot. Samja zat op Thomas, Conny, Leila, Matteo en Lancelot. Thomas zat op Samja. Lancelot zat op Ruben. Conny zat op Comfort. Comfort zat op Thomas, Conny, Leila, vooral Matteo, Lancelot en Samja. Lieselot is dan niet bekend, want zij had natuurlijk die extra eliminatieopdracht. Ruben zat op Thomas, Conny, Leila, ook vooral Matteo en Lancelot. En Toos zat op Lancelot en Lieselot. En hij had natuurlijk ook een vrijstelling. En Matteo zat op Lieselot. Wat valt hier dan in op? Leila, haar testresultaten worden niet gedeeld in aflevering 2. Maar we weten wel die van aflevering 1. Er is dus een mogelijkheid dat ze deze trend door heeft gezet. En dus in aflevering 2 op Comfort en of Lieselot is gegaan. Samja, de afvalser van deze aflevering, zat vorige week op Lancelot. En in deze aflevering waarin ze afvalt, wederom. Dit kan er dus naar leiden dat Samja, wat ze ook aangeeft in Café de Mol, een tunnelvisie heeft gehad op Lancelot en er daarom uit ligt. Bij Lancelot valt het op dat hij in aflevering 1 op Ruben zit en in deze aflevering Ruben juist totaal niet opnoemt als verdachte. Ruben noemt beide afvallers in de aflevering dat zij juist afvallen. Dus in aflevering 1 zat hij op Matteo en in aflevering 2 zat hij op Samja. Voor de rest valt het ook nog op dat Thomas beide afleveringen op Samja invulde. Dan Conny die in aflevering 1 op Comfort zit en in aflevering 2 ineens op Leila gaat. Wat kunnen we hier nou mee? De opvallende dingen goed onthouden en wie weet hebben we volgende week wel weer meer informatie hierover. Dan nog even een verborgen tip over de test. Gilles zegt de mol en Leila is dan in beeld bij de eliminatietest. En daarnaast horen we natuurlijk ook niet op wie Leila zit tijdens de test en dat kan een goede link hebben. En dat is dus bij eigenlijk best wel verdacht. Dan gelijk na de aflevering werden Leila, Ruben en Lancelot het meest verdacht door de kijkers. Zegt ook weer iets over de montage natuurlijk. En dan tot slot om deze video af te sluiten. Aankomende zondag om 8 uur precies is de derde aflevering van De Mol te zien. Op GoPlay en Play 4 natuurlijk. Voor de eerste hints en theorieën na de aflevering kan je mijn Instagram account @demol_pro volgen. En daarnaast heb ik met Dinant en Kim de podcast ProCast. En hierin bespreken wij de afleveringen van De Mol samen. En komen we tot goede hints en theorieën uit de aflevering. En deze zal er elke woensdagochtend te luisteren zijn op Spotify en YouTube. Voor nu dan ook heel erg bedankt voor het kijken. En natuurlijk ook voor het luisteren. Abonneer voor meer en dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters!